Ja, Forms in Teams, daar gaat deze video over. En waarom een speciale video over specifiek dat onderwerp? Omdat er best wel heel wat mogelijkheden zijn met Forms in Teams. Het integreren van een Forms als een tabblad, die ken je misschien al wel, maar er zijn ook verschillende manieren om dat te doen. We hebben de app Forms in Teams, die hebben we ook nog, komt ook aan bod in deze video. Wel één ding, er komt een wijziging in Forms en dat gaat om het delen van formulieren met jouw collega's. Ga ik niet uitleggen in deze video, maar die ga ik beschrijven onder in de omschrijving van deze video. En waarom? Omdat die aanpassing er nog niet is, gaat wel komen. En dat voorkomt dat ik op een later tijdstip dat dit videootje niet meer relevant zou zijn. Hey, slim of niet? He? Dat dacht ik. Nou, we gaan gewoon lekker kijken hoe je met Forms in Teams kan omgaan. Veel kijkplezier. Voordat we gaan kijken hoe we een form kunnen gaan integreren in Teams, doe ik eerst even een hele korte introductie over Forms zelf. Ik zit hier in office.com. En dat is het Office 365 portaal en daar heb je een aantal online applicaties tot je beschikking. Eentje daarvan is Forms en die open ik nu. En wat je nu gaat zien is de online toepassing van Forms. Nou, hoe is dit scherm opgebouwd? Hier kun je een nieuw formulier of een nieuwe quiz aanmaken. Die zijn vrijwel identiek aan elkaar. Het verschil zit erin dat bij een nieuwe quiz kun je punten toekennen aan een vraag. Daarom zul je ook vaak zien dat dit wordt gebruikt in het onderwijs voor een test of een toets. Een nieuw formulier is puur een formulier die je zal gaan gebruiken voor een enquête. Nou, zo'n formulier heb ik hier aangemaakt. Hoe ziet dat er dan uit? Altijd een titel en een omschrijving en een aantal vragen. En die vragen die kun je op verschillende manieren toevoegen. Of tenminste, verschillende manieren, verschillende types. Je hebt hier multiple choice, tekst, beoordeling, datum en hieronder heb je nog een aantal. Dus zo is die opgebouwd. Wil je zien hoe die eruit gaat zien voor een gebruiker die bewerkrechten niet heeft, dan klik je hier rechtsboven op preview. En nu kun je hem zelf bijvoorbeeld ook gaan invullen en kun je hem gaan verzenden. Nou, dat doe ik nu. Vervolgens ga ik terug en heb je hier ook de antwoorden. En die antwoorden die zijn makkelijk om goed te kijken wat er allemaal is gebeurd in je omgeving. Die worden ook live bijgewerkt, dus dat is wel mooi. Gaan we even terug naar het hoofdscherm. Dat doe ik hier linksboven door op Forms te klikken. En hier zie je ook nog een verschil. Dit is mijn formulieren. Dit zijn persoonlijke formulieren die ik zelf heb aangemaakt. Niemand anders om mij heen die heeft hier bewerkrechten. Je hebt gedeeld met mij, dat is als iemand anders een formulier met mij deelt. En je hebt groepsformulieren. En die groepsformulieren, dat zijn teams die gekoppeld zitten aan teams. Je ziet hier dat deze is gekoppeld aan het team Forms in Teams. Hij heeft twee antwoorden. En de mensen die lid zijn van dit team, Forms in Teams, die hebben ook de rechten om dit formulier aan te passen. Nou, normaal gesproken zul je zien dat het formulier gedeeld wordt. Ik open er eventjes dit formulier en dan delen. Oké, we gaan nu kijken hoe we Forms mooi kunnen integreren in Teams. En over het algemeen zul je dat altijd doen met een tabblad. En dat doe je hier met dat plusje. Ik heb hier een nieuw team aangemaakt voor deze demo, Forms in Teams, en ik zit in het algemene kanaal. Vervolgens doe ik het plusje en hier kan ik een aantal applicaties gaan toevoegen. Eentje daarvan is Forms en die selecteer ik nu. En wat je nou kan is of een nieuw formulier aanmaken, dan wordt het een groepsformulier. Of je gaat een bestaand formulier toevoegen. Nou, en dat is bijvoorbeeld dit formulier. En vervolgens heb ik hier nu twee opties. Antwoorden verzamelen of de resultaten weergeven. Nou, om je het verschil te laten zien, doe ik ze op beide manieren toevoegen als een tabblad. Ik doe opslaan. Ik doe nog een keer dat plusje om ook die andere methode toe te gaan voegen. Dus plusje het Forms. Vervolgens een bestaand formulier toevoegen. En nu kies ik dus voor die resultaten weergeven. En ik doe opslaan. Nou, ik heb nu twee tabbladen. Het is hetzelfde formulier, alleen anders geïntegreerd in Teams.
Dit zijn de resultaten en dit is invullen. Dit is dus wat mijn teamleden ook zien. Dus hier het invullen. Dus hier kunnen mijn teamleden nu het formulier gaan invullen. Dus op deze manier kun je mensen bewegen om dit te gaan doen. En je kan de resultaten delen ook met jouw teamleden. Ja? Dus dit zijn twee verschillende manieren om forms toe te voegen. Er is echter nog een derde. En dat is op het moment dat een formulier een groepsformulier is. En dan ga ik heel even terug naar mijn teamsomgeving. Ik heb hier dit formulier, wat een persoonlijk formulier is. Maar die wil ik graag met mijn team gaan delen, zodat ze die kunnen gaan bewerken. Nou, dat kan nu nog niet. Ik maak heel even een kopie van dit formulier. Nou, die wordt hier opgeslagen. En vervolgens ga ik hem verplaatsen. Daarvoor klik ik op die drie puntjes. Doe ik verplaatsen en zie je rechts de teamsomgevingen die ik ook in mijn teams heb. Dus dit zijn de teams waar ik lid van ben. Ik klik de Forms in Teams vervolgens klik ik op verplaatsen. Nou, dan moet ik hem altijd eventjes vernieuwen om dit goed te laten zien. Nou, hier is die nu weg bij mijn persoonlijke formulieren en bij de groepsformulieren. Daar zie ik nu dat deze is toegevoegd. Nou, gaan we even terug naar Teams, want nu ga je een afwijkend gedrag zien. Doe ik weer dat plusje. Ga ik weer een Forms toevoegen. Nou, nu zul je zien dat ik twee bestaande formulieren heb. En dan moet ik eventjes kijken. Dit is mijn persoonlijke, dat staat tussen haakjes achter deze regel. En dit is de kopie. Ja, dus dit is het groepsformulier. Als ik nou hierop klik, dan zie ik hier nu een derde optie bij, het samenwerken. Daar klik ik op. Ik zet deze eventjes uit. En vervolgens doe ik opslaan. En nu heb ik een derde tabblad en die begint met bewerken. Dus ik heb nu het invullen door mijn teamleden, resultaten delen met mijn teamleden of het bewerken met mijn teamleden. Nou, dus iedereen die heeft nu de mogelijkheid om dit formulier aan te gaan passen. Gaan we nu kijken naar de app Forms die ook in Teams geïntegreerd is. Je kan hier bij die drie puntjes, bij de gesprekken, kun je een app gaan toevoegen. En dat doe ik op de volgende manier. Ik klik op die drie puntjes, klik op meer apps. En vervolgens heb ik hier Forms, die tik ik nu in. En hier heb ik Forms. Nou, daar klik ik op. En vervolgens kan ik die gaan toevoegen. Je kan die toevoegen aan een team en aan een chat. Nou, standaard is het een team en dat is helemaal prima. Dus ik voeg hem nu toe. En wat je hier nou ziet gebeuren, en ik klik deze heel eventjes weg, want daar komen we zo meteen op terug. Je ziet hier nu een icoontje bijgekomen, Forms. Nou, daar klik ik nu op en dan kom ik op dat scherm wat je net ook heel even zag. Ik kan hier een vraag gaan stellen. Zin in een feestje. De opties kan ik aangeven. Ja. En nee. En ik kan vervolgens volgende doen. En nou, zo komt hij eruit te zien. Nou, ik ga hem verzenden. En vervolgens kan ik nu dus iedereen deze vorm laten gaan invullen. Ja, dus dit is een stemverzender. En dit zijn de resultaten. Dus dat zie je ook direct. Nou, wil jij de resultaten van een formulier, en dat kan dus ook een formulier zijn die niet op deze manier is toegevoegd, maar zoals die groepsformulier die je net zag, dan zou je er ook nog voor kunnen kiezen om hier achter die drie puntjes te doen. Nee, dan zit ik verkeerd. Moet ik bij het kanaal doen, de drie puntjes, en vervolgens kan ik hier een connector toe gaan voegen. En die connector, daar kan ik ook een vorm aan gaan toevoegen. Nou, hier staat hij al. Vervolgens kan ik hem configureren en hier kan ik dus nu gaan aangeven op welk formulier ik dit wil gaan doen. Nou, dit is mijn account, hier zijn mijn, dit is mijn formulier, want het kan dus echt alleen maar bij die groepsformulieren, niet bij de persoonlijke formulieren. Vervolgens klik ik op opslaan en wat er dan gebeurt, dat ik dagelijks een update ga ontvangen in Teams als gesprek, van wat er in mijn formulier en antwoorden zijn binnengekomen. Nou, deze klik ik vervolgens eventjes weg.
En dit is dan zo'n gesprek die dan dagelijks in jouw teamsomgeving binnenkomt. En als je daar dan op klikt, dan kom je rechtstreeks in de vormsomgeving in jouw internetbrowser bij de resultaten weergeven. Dus op deze manier kun je ook nog eens een keer dagelijks op de hoogte gehouden worden van de antwoorden die zijn geplaatst in jouw vorm. Ja, dat was Forms in Teams. Nog één tip. Je kan het ook op je mobiel gebruiken. Daar zijn laatst wat wijzigingen doorgevoerd door Microsoft. Je kan daar ook formulieren aanpassen op je mobiel. Kan wel eens handig zijn natuurlijk als je in de trein zit en je denkt van, oh jee, die vraag was helemaal niet goed. Maar je hebt hem al wel gedistribueerd naar de andere mensen en gecommuniceerd. Daar kan je hem onderweg ook eventjes aanpassen. Super handige tip natuurlijk weer. Nou, vind je dit soort video's interessant? Abonneer je dan alsjeblieft op dit kanaal. Dat helpt mij om het kanaal uit te gaan bouwen en zoveel mogelijk mensen te helpen. Dat is het doel van de Office 365 Coach. Bedank ik je voor nu voor het kijken naar deze video en ik zie je heel graag terug in de volgende. Tot ziens!